dan nu, dames en heren, jongens en meisjes, is het tijd voor de verlenging van Giel versus Ramon. EK 2016. We gaan een woordgrappenquiz doen. Dat betekent dat Ramon woordgrapjes verzint op Engeland. Engeland. En Giel. Ik op IJsland. Ja hoor. Dat was vanmorgen sensationeel. Een land waar iedereen aan het vissen is. Engeland. Land waar men steeds water bij de limonade doet. Oh. Aanlengeland. Land waar op stevige rockmuziek met het hoofd op en neer wordt geschud. Het Bengeland. Ja, dat is goed! Oh, dat is en de tijd zit er alweer op. Dat was de eerste helft van de verlenging. Het is 2-0 geworden. Dan worden het nu woordgrapjes op IJsland. En Giel begint natuurlijk. Een land waar een plant uit de kruisbloemenfamilie met een gezwollen ondergrondse stengel groeit. Paradijsland? Nou, nee, jij kan het toch niet inregenen. Radijsland. Oh, ja, prachtig. Een gezwollen ondergrondse stengel. Ja, lekker. Oké, okay, land waar ze gek zijn op Kenny B. Parijsland. Oh. Heel goed. Yes. En de laatste. Het land waar Rafal van der Vaart nooit meer binnengelaten wordt. Sylvie Meisland. Ja. Goed zo, jongens. Dat is weer 2-2. 2-2 in de verlenging. En dat betekent dat we penalties gaan schieten. Hopelijk bij Sander Hogedorn vanmiddag.